Richard, vertel me nou eens, wat doe je nou precies met dat hete water? Nou, dat is het heet een reuner, heel technisch. Het is eigenlijk een sous vide waterbad, waar je de exacte graden van het water op de tiende na graad nauwkeurig kan instellen. Hier doe ik eigenlijk het vlees wat ik eigenlijk voorbereid heb in de keuken, doe ik hier alleen maar opwarmen. In de keuken ga ik heb de nek van het varken, dat marineer ik voor 2 dagen. En na 2 dagen ga ik hem garen, doe ik sous vide in een vacuümzak. En dan gaat het in een grotere reuner als dit. En daar gaar ik hem in op 48 uur op 62 graden. Dus hele lage temperatuur. Waardoor alle sappen en alle eiwitten in het vlees bewaard blijven. En dan na dit garingsproces, dan is het vlees zo gaar en zo mals dat je het uit elkaar kan trekken. Daar komt dan pulled pork eigenlijk vandaan. Pulled pork. Uit elkaar getrokken varken, zeg maar. Ja. Varkensvlees. En daar doe je sausjes overheen en dergelijke? Er gaat wat een zoetzuur van witte kool gaat daar overheen. Wat rucola en zelfgemaakte barbecue saus. En met uw brommer weer op huis aan, ja. En niks anders dan luisteren. Dan is het lang geleden dat je mij zo hebt gezien. En net als vroeger toen je nog wil waar. En mijn speakerbak stond tek naast haar. En niks anders dan luisteren. En niks anders dan luisteren. Zo schier dat ik er zo hard schel van sta. En niks anders dan love, sa. En niks anders dan love, sa. Oh.